Onderzoek heeft uitgewezen dat in Paramaribo veel meer alcohol wordt genuttigd dan in Nikeri. Dit onthulde psycholoog Raj Jadnanan Singh gisteren tijdens een lezing getiteld Depressief, angstig en of dronken. Hoe verder? In het Larouk-gebouw. Het beeld dat Nigerianen veel meer alcohol gebruiken dan de bewoners van de hoofdstad klopt volgens de wetenschapper dus niet. We willen Paramaribo en een district vergelijken, laat maar dat even zo zeggen. Stedelijk, een hoofdstad en een plattelandsgebied. Nu kunnen we natuurlijk kiezen over heel wat. En die vraag is me toch keer gesteld, waarom heb je toen gekozen voor Nikeri? En ik heb braaf beantwoord, omdat we in Nikeri eigenlijk als de psychiaters gingen daar al elke 2 weken. We hebben er ook voor gezorgd, we hebben een dependance van PCS in Nikeri. Maar eigenlijk was ook dat stukje achterliggende gedachte, er is zo'n sterke mate van suicidaliteit beschreven voor Nikeri. Misschien moeten we inderdaad het onderzoek ook loslaten in Nikeri om te kijken van, kunnen we alvast daarin een bijdrage leveren naar het groot onderzoek die daarna zou moeten volgen. Het feit dat de enigste dependance van het psychiatrisch centrum Suriname PCS in Nikeri ligt, was ook reden om het district te vergelijken met de hoofdstad. Jadnanan Singh benadrukt dat de doorlichting niet makkelijk was. Het is gebleken dat depressie in Paramaribo onder de Hindustanen minder is dan in het reisdistrict. Depressie komt wereldwijd veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Alcoholmisbruik komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Depressie bleek ook veel meer voor te komen bij laaggeschoolde. Veel meer voor te komen bij gescheiden personen of personen die weduwnaar zijn. Depressie komt in de kering veel meer voor bij Hindustanen. En in Paramaribo bij Marans. En depressie komt veel meer voor bij hosselaars. Vandaag maak ik geld en morgen niet. Dus is dat ook een probleem. Misschien wat verklaringen hoor. Gescheiden, het evenwicht verbreekt in huis. En ik weet niet hoe afhankelijk jullie van elkaar waren om zeg maar, het huishouden verder te leiden. Volgens de wetenschapper was het verwachtbaar dat zulke onderzoeksresultaten in Nikeri zouden voortkomen. Dit vooral vanwege de publicaties over de ontwikkelingen in het gebied. De onderzoeksresultaten ten aanzien van de Marons zouden wel verrassend zijn, geeft hij aan.